Oké, we zijn er. Even kijken. Pain Squeak Killings. Yes. Let's go. De laatste keer dat ik dit gedaan heb, ben ik een heel klein beetje vastgelopen nadat ik in het ziekenhuis ben geweest. Maar ik herinnerde me ineens dat we nog één ding over hebben. En dat is namelijk de toolbox. En ik wil eens gaan kijken of ik die kan openen. Als mijn apparaten mee gaan werken. De laatste keer waren we in het huisje geweest en daar hebben we ook wat ontdekkingen gedaan. Onder andere eentje waarvan ik dacht, hey, het kan best wel zijn dat er meer aan de hand is. En dat is waarschijnlijk ook zo. Maar goed, we gaan eventjes langs de in en daar moet als het goed is het briefje liggen met degene die de sleutel van de toolbox heeft. En ik denk dat daar een aantal dingen in zitten die ik nodig ga hebben om verder te komen. Dus dat is een beetje het hele ding. Kijk, hier is de toolbox, daar, die moeten we... Oh, wacht, mijn wasmachine gaat op. Moment hoor. Ja, sorry, ik ben er. Even kijken. De vorige keer heb ik een aantal dingen ontdekt. Onder andere een adressenlijst heb ik gevonden. Ik heb medische gegevens gevonden. Die hopelijk voor gaan zorgen dat ik verder ga komen. Maar het ding is, ik moet uitzien te vinden wie de sleutel van de toolbox heeft. Dat is een beetje het dingetje. Even kijken. Dat was niet de bedoeling. Ik hoor iets afgaan wat ik eigenlijk niet wil. Uit met dat ding. Even denken. Even kijken. Foto's erbij. Want ik heb van verschillende correspondentie heb ik foto's gemaakt. Dus ik moet nu eigenlijk even gaan kijken of ik kan uitvinden wie de sleutel van de toolbox heeft. Die is betaald. To-do-lijst.
Doosjes, demonencirkel. Beelddoosjes. Ja, eigenlijk, ik moet proberen om op de een of andere manier, ja, Trishna te vinden. Of in elk geval, oh wacht, er is natuurlijk een berichtje. Hi, this is Oliver Gibson. I just wanted to thank you for letting me borrow your toolbox and shovel. I'm currently out of town for a few days, and I didn't get the chance to return it yet. In the case you need them, it's currently sitting in my photo lab. Ask Mrs. Patterson for my spare key. Oké, okay, dus Mrs. Patterson heeft zijn sleutel. En die moet ik dus gaan vinden. En het ligt. Ik heb ergens een foto van een adressenlijst. Ik doe het weer lekker chaotisch. Even kijken. Hier. Want ik heb ook nog een sleutel in mijn inventory. Dus deze. Ja, weet je wat? Ik kan altijd proberen of die op het fotolab werkt. Ah, weet je, ik doe dat wel. Een beetje ongecontroleerd door de stad rennen totdat ik weet wat waarbij hoort. Waar heb ik mijn glas nou? Dat werkt zo'n speciale beker, maar niet verkeerd. Hoe dan ook. Ik weet waar het fotolab is, deels. Ik heb gelukkig een kaart. Hier. Dus we zitten nou hier en het fotolab is daar. Dus even denken, als we nu zo staan, dan zou die dus daar moeten zijn. Dus achter die huizen. Het is iets. Ik hoop niet dat dit het fotolab is, maar spaar. Nou, op zich kan de sleutel wel niet werken. Dus dan moet ik nog een rijtje naar achter. Het fotolab, dat zit hier wel ergens. Oh ja, dat was trouwens ook nog zo. Ik had hier ergens een bunker gevonden. Nee. Oh, ik wil heel even zeggen van, oh, gaat het werken? Nee, het werkt dus niet. Maar ja, die bunker gaat denk ik ook nog wel interessant zijn. Zie mij ongecontroleerd door een totaal verlaten stad rennen. Hier een huis dat ik in kan. Thank you.
internaal op de kruising van Town Center en Walnut Street. Ja, oké, okay, dus volgens mij als ik hier deze uitloop, dan moet ik bij het fotolab uitkomen. Ja, kijk. Top, 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 top. Dan hoop ik wel dat het de goede sleutel is. Ja, dat weet ik. Licht aan. Damn. Maar van waarvan is die sleutel? Zijn er nog andere plaatsen? Post office kan ik nog proberen. De kerk kan ik nog proberen. Old Creek Town. Maar dat kan ik volgens mij niet. Queens Creek Cemetery. Ja. Dus ik ga gewoon verschillende dingen proberen. Nu ben ik daar. Adressenlijst. Black Pine. Town Center 10. Nou, die adressenlijst die zou wel belangrijk zijn. Dus misschien kan ik... Misschien kan ik kijken of ik de verschillende huizen in kan. De adressenlijst staan. Dus dan moet ik nu eerst proberen om nummer 10 te vinden. Daar ben ik volgens mij al geweest. Nummer 11. Ja, nummer 10 ben ik al geweest. Denk ik. Nummer 8. Nummer 10. Dat is hier. Even kijken. Black Pine 19. Dat is de weg naar het ziekenhuis. Ik was niet goed met Engelse straatcijfers. Ik loop echt overal aan voorbij. Daar een deur. Dus ik moet nummer 19 jaar in de buurt zien. Nummer 26. Nummer 6, dat helpt ook niet echt super veel. Nummer 19, daar was ik volgens mij ook al geweest. Dat was dat verbrande huis. Ik heb het volgens mij ook op Scott
zo'n huis geprobeerd. Die ligt hier achter ergens. Mrs. Patterson's sink. Kijk, hij heeft Trisha een spare cabin key gegeven, alleen... Ja, ik kan de mansion nog een keer helemaal doorlopen, maar... Zij is volgens mij op een gegeven moment in het ziekenhuis terechtgekomen en vandaar dat het voorhuis een beetje dood. Die heeft geen slot, dus die kan niet open. Weet je wat? Gewoon trial and error, net zo lang proberen totdat ik het goede huis heb om te sleutelen. Want er zijn een aantal die zijn dicht, zeg maar met van die planken, dus ik neem een beetje aan dat ik die niet open hoeft te maken. Er zijn een aantal waar geen slot op zit. En aan dat ik die ook niet open hoef te maken. Dus ja, ik probeer het gewoon. Deze ook al niet. Dit ziet er echt wel uit als een Miss Patterson's huis. Hij is een deur waar ik niet in kan. Dit gaat niet open. En ik heb het gevoel dat ik eerst de sleutel van Scott's cabin moet vinden. Dat ik daar een soort, ja, hoe zeg je dat? Dan vind ik dan een bewijs van afschrift dat hij die wasbak heeft gerepareerd. En dat zorgt er dan weer voor dat ik weet waar die vrouw woont. Ik kan hem niet eens openmaken, dus die heb ik waarschijnlijk ook niet nodig. Die zit dicht. Deze zit op slot. Hier zit geen slot op. Die kan ik überhaupt niet openmaken. Weg met dat ding. Slot. Is het überhaupt
dicht. Waarom weet ik ook niet. Fotolab, kom ik niet meer binnen. Deze is ook, maar die heeft geen slot. Die zit er dicht. Hier ben ik volgens mij net ook al geweest. Deze wil überhaupt niet open. Dat ga ik niet eens proberen. Die zit dicht. Hier zit een slot op. Hier ben ik nog niet geweest. Stop nou eens met dat random in de rond te rennen en ga eens logisch nadenken. Oké, wacht eventjes. Terug naar beginpunt. Town Square. En dan ga ik gewoon helemaal terug daar naar de vijver en dan ga ik alles gewoon systematisch onderzoeken, want dit helpt niet. Oké, hier ben ik begonnen. Dus, je gaat de stad in en dan kun je links, rechts, rechtdoor, begin ik rechts. Hier zit geen slot op, dus die kan weg. Dat was ik trouwens vergeten, misschien heb ik hier nog iets in staan. Die heb ik gehad. Dat is niet de sleutel. Hier ben ik geweest. Dat is dat verbrande huis. Dus hier hoef ik niet per se in. Volgende deur. Zit op slot. Kan ik dus niet in. Is. Wat zit hier überhaupt? Ik heb nog een slot op dit huis. Er echt super onhandig uitziet trouwens. Oké, hier kan ik niet in doorlopen. Deur zit dicht, kan ik niet in. Hek is op slot, kan ik niet in. Volgend hek, ook op slot, kan ik niet in. Ik ga naar rechts. Slot. Splitsing. Blijven zoveel mogelijk op rechts. Er zit een slot op, kan ik niet openmaken. Dus we gaan door. Hier ben ik geweest. Zit. Kan ik niet in. Meteen aan alle twee kanten van de straat.
zit op slot, kan ik niet in. Zit dichtgespijkerd, kan ik waarschijnlijk niet in. Hier naar rechts. Als we naar rechts kunnen, gaan we naar rechts. Kijk. Zit op slot. Rechtdoor. Zit op slot. Kan de sleutel waarschijnlijk niet gebruiken. Nee, gaat niet op hekken. Het is een huissleutel. Auto. Ja. Begraafplaats. Hier zuiverige code. Goed, volgende. Terug. Kerk. Zit een slot op, maar kan ik niet openen. Zit dicht, kan ik niet in. Muur. Kerk. Kan opengemaakt worden. Is het de goede sleutel? Nee, het is niet de goede sleutel. Door. Plein. Deur. Als er al een slot op zit, kan ik het niet zien. Straks. Eerst rechts. Zit dicht, kan ik niet in. Dit huis ben ik volgens mij geweest. Dat is. Weet je wat? Ik kan er nog een keer in. Wie weet heb ik iets gemist. Loop gewoon alles na. Het is checken. Hier ben ik geweest en dat weet ik, want alle lichten zijn aan en de deuren staan open. Dat heb ik gedaan, zodat ik weet, hé, hier ben ik geweest. Ik snap niet wat ik hiermee moet, want ik kan hem niet lezen. Dat is raar.
Die zocht ik. 1-1-3-1. Dat had ik dus al de hele tijd, ik had alleen goed gelezen. Auw. Jongens, ziet er vers uit. Thank you.
dat was hem. Nou, dat had even geduurd. Goed, volgend huis. Keuken. Nog meer van die pillen. Ik heb zo'n mes al wel eens eerder gezien.
Yes, kijk. Iets. Maar ik weet waar ik die darts moet vinden. Dat is namelijk in de inn. Fijn dat mensen dat soort dingen opschrijven. Oh, verkeerde huis. Maakt niet uit. Subtract the yellow darts point from the red darts total. Even kijken. 18 plus 8 is 26. Subtract the yellow darts points from the red darts total. 18 plus 8 is 26. En dit is 2 keer 15, dus dan kom je op min 2 uit. Maak even een foto. Dit ook voor de zekerheid. Er staan hier nog wat. Oké, als hij het zegt. Thank you.
Nou, ik denk dat dat een goede is voor de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Ik ga even wat dingen doen.